Ik ga nu als eerste het woord geven aan August Moens. We hebben bewust ervoor gekozen om ook iemand uit de groepering zelf het woord te laten voeren over dit onderwerp. En ook vanuit de theologische expertise die de spreker meebrengt een heldere stand van zaken in dit debat voor u te presenteren. En ik geef August graag het woord om zijn lezing voor ons te houden. Goedemorgen allemaal. Dank voor de introductie. Zoals u ziet hoop ik met u na te gaan denken over de inhoud van het vaccinatiedebat, de religieuze bezwaren tegen vaccinatie. Ik wil dat doen, ik wil dat doen aan de hand van drie thema's, drie kernwoorden: continuïteit, ontwikkeling of tegenstelling. Eind november, tijdens de VVD Live-dag in Ede, sprak VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff zijn onbegrip uit over de politieke en maatschappelijke discussie rondom vaccinatie. In zijn eigen woorden was deze bizar. En moeten we allemaal op onze blote knieën de wetenschap bedanken als we straks een vaccin hebben waarmee we doden voorkomen. Einde citaat. Nog even los van het feit dat hij hiermee op zichzelf legitieme vragen zomaar aan de kant schuift, maakt hij ook duidelijk dat hij een slecht afgestelde politieke en maatschappelijke antenne heeft. Als je bezwaren tegen vaccinatie niet mee kunt maken, dan is het niet een goede strategie om die zomaar af te doen als bizar. En dan heb ik het zeker niet over allerlei complottheorieën, maar over oprechte vragen van bezorgde burgers. En zeker de religieuze bezwaren tegen vaccinatie, waar we het vandaag met elkaar over zullen hebben, die hebben ons wel degelijk iets te zeggen. Maar er is nog iets anders wat mij in zijn woorden opviel. Uit deze woorden, die we overigens breder in de samenleving horen, denk bijvoorbeeld aan minister De Jonge, die in zijn persconferenties regelmatig over de vaccins spreekt als het begin van het einde, daar klinkt een welhaast religieuze verwachting van het vaccin door. Op het moment dat we de vaccins hebben en dat er zoveel mogelijk mensen zijn gevaccineerd, ja, dan is het over. Dan zijn wij weer in controle. En dan kunnen we terug naar het vroegere leven, het oude normaal, alsof er niets gebeurd is. En u zult begrijpen, het gaat mij hier niet om, om de betrouwbaarheid of veiligheid van vaccins ter discussie te stellen, maar de boodschap van De Jonge en Dijkhoff, die zij in hun uitspraken uitdragen, komen bij een bepaald deel van de bevolking wel op die manier over. En deze mensen zijn gelovigen en zij behoren tot de groep van de bevindelijk gereformeerden. Dit zijn mensen voor wie de Bijbel het onfeilbare woord van God is. Bij wie het gaat om een persoonlijke relatie met God. Het gaat erom dat je iets kent van zonde en van genade. Van Gods wet die schuldig stelt, maar ook van de genade in Jezus Christus die vrijspreekt. Kortom, orthodoxe, traditionele gelovigen die in alles hun afhankelijkheid willen stellen op God en daarom vaccinatie zien als een ongeoorloofd middel. Er zijn natuurlijk meer groepen in de samenleving die vanwege levensbeschouwelijke argumenten op hun eigen manier omgaan met vaccinatie. En we kunnen bijvoorbeeld denken aan antroposofen. Maar de religieuze bezwaren tegen vaccinatie, die zijn echt exclusief voor de groep van de bevindelijk gereformeerden. En deze bezwaren leiden niet voor alle bevindelijk gereformeerden tot een categorische afwijzing van vaccinatie. Maar ze zorgen er wel voor dat men een zekere kritische afstand behoudt tot vaccineren. Het is zeker niet in alle gevallen een vanzelfsprekendheid. Vandaag wil ik dus met u nadenken over de inhoud van de religieuze bezwaren.
Maar om goed te begrijpen waar die vandaan komen en hoe die zich hebben ontwikkeld, moeten we een klein stapje terug doen in de geschiedenis. Daarom eerst een korte historie van de vaccinatiediscussie. Professor Mart van Dieburg zal later vandaag met u nadenken over de medisch-historische context van het vaccinatiedebat. Maar hier wil ik alvast twee dingen noemen. Twee dingen die relevant zijn voor de theologische achtergronden bij dit debat. Het eerste wat ik wil noemen is dat het goed is om te beseffen dat de vaccinatiediscussie niet nieuw is. Al sinds de uitvinding van vaccinatie en zelfs met de voorloper daarvan, de zogenoemde variolatie, werd de vraag gesteld in hoeverre deze nieuwe middelen om ziekte te voorkomen te verenigen zijn met het geloof in Gods voorzienigheid. En de antwoorden hierop waren uiteraard divers. Sommigen zagen in vaccinatie een gave van God en vonden dat het behoort tot de persoonlijke verantwoordelijkheid van een christen om voorzorgsmaatregelen te treffen. Immers, ook de Bijbel meldt ons de verplichting om een hek om het platte dak te bouwen en een stotige stier op tijd onschadelijk te maken. En in het Bijbelboek Spreuken lezen we dat een kloekzinnige het kwaad aanziet komen en zich verbergt, terwijl de slechte doorlopen en worden gestraft. Kortom, de mens is verantwoordelijk voor de veiligheid van de ander en is geroepen om zich op tijd in veiligheid te brengen tegen het onheil wat hij aanziet komen. En in deze visie past vaccinatie volledig binnen de middelen waar we dankbaar gebruik van mogen maken. Maar anderen trokken precies de tegenovergestelde conclusie. En hierbij, u heeft hem al even op het scherm zien staan, noem ik de naam van Abraham Cappadoce. Deze tot het christendom bekeerde Jood was zelf een arts en had in die hoedanigheid ook zelf vaccinaties uitgevoerd. Maar na zijn bekering komt hij tot de overtuiging dat vaccinatie een ongeoorloofd middel is en wat niet in overeenstemming is met het geloof in Gods voorzienigheid. Hij zet zijn bezwaren uiteen op papier en in 1823 verschijnt zijn boekje Bestrijding der Vaccine. Naast dat hij in het boekje allerlei medische bezwaren tegen vaccinatie bespreekt, noemt hij als de kern van zijn bezwaar dat vaccinatie een uiting is van menselijke hoogmoed. Hij veroordeelt scherp de maakbaarheidsgedachte en het streven naar de morele en fysieke zelfverbetering van de mens die hij in het pokkenvaccin ontdekt. Hij ziet hierin de kern van de goddeloosheid uit zijn eigen tijd. En verdwaasd door de waan van de verlichting zou de mens in staat zijn om in volledige vrijheid zichzelf te kunnen beschermen, over zijn eigen lot te kunnen beslissen, terwijl dit uiteindelijk alleen aan God toekomt. De opgewektheid en het fanatisme waarmee vaccinatie werd onthaald zorgde voor een grote afkeer bij Cappadoce en bij anderen met hem. Het tweede wat ik wil noemen is het verzet tegen de wat ik noem ideologische geladenheid van vaccinatie. Voor de liberale overheid van de 19e eeuw was vaccinatie een onderdeel van het grote project van de volksopvoeding. Door je te laten vaccineren droeg je natuurlijk allereerst bij aan de bescherming van de volksgezondheid. Maar er was meer. Ouders die hun kinderen niet wilden laten vaccineren werden in pamfletten afgeschilderd als achterlijk en moordenaars van hun kinderen. De gereformeerde en ook katholieke vaccinatieweigeraars werden gezien als een achterlijk deel van de natie. Variolatie en later vaccinatie werden immers gezien als verworvenheden van de moderne geneeskunst, die bijdroegen aan een hogere, betere mate van beschaving. Op die manier kreeg het niet vaccineren een belangrijke sociale en culturele component. Het was een teken van beschaving om ingeënt te zijn. En tegenstand werd gezien als achterlijk, onnodig conservatief en hinderlijk voor de zedelijke, morele ontwikkeling van het volk. En het is onder andere deze ideologische geladenheid van vaccinatie die ten grondslag ligt aan de opkomende gewetensbezwaren. En door degenen die religieus bezwaard zijn, klinkt deze geladenheid ook nog door in bijvoorbeeld de woorden van minister De Jonge. Ze horen hierin een ongebreideld vertrouwen op vaccinatie, alsof dat de verlossing van alle dingen is. Deze twee dingen laten ons iets zien. Het laat ons allereerst zien de continuïteit met de geschiedenis. Dat de oorspronkelijke bezwaren nog steeds worden geïnformeerd door bijvoorbeeld de bezwaren van Cappadoce. De argumenten van hem en ook van bijvoorbeeld iemand als dominee G.H. Kersten zijn nog steeds relevant voor de religieuze bezwaren anno 2021. Maar tegelijkertijd is er natuurlijk ook sprake van ontwikkeling. Tijdens nieuwe uitbraken, dan kunnen we bijvoorbeeld denken aan de polio-uitbraken van de vorige eeuw of de mazelenepidemie van 2013 en 2014,
worden de argumenten bijgeschaafd en opnieuw verfijnd. Toch worden ze hier niet wezenlijk anders van. De kern blijft hetzelfde, alleen wisselt soms de nadruk op het ene of het andere aspect. Dan nu naar de bezwaren zelf. Vaccinatie en voorzienigheid. Tijdens mijn afstudeeronderzoek heb ik mij verdiept in de theologische achtergronden van de religieuze bezwaren tegen vaccineren. En het viel mij op dat die argumenten gelaagd zijn. Ze komen voort uit een bepaalde visie op ziekte en gezondheid, een visie op de verhouding tussen Gods voorzienigheid en de menselijke verantwoordelijkheid, en ze hebben ook te maken met de waardering van het aardse leven. In ieder geval speelt het geloof in Gods voorzienigheid een hele belangrijke rol. Maar wat wordt hiermee bedoeld? Het woord voorzienigheid heeft in zich twee betekenissen. De eerste betekenis is dat God tijd en ruimte overziet en ook voorziet. Voor hem is er geen verleden, heden of toekomst. Hij die de tijd heeft geschapen staat boven en ook buiten de tijd. Maar daarnaast wordt er met de voorzienigheid ook bedoeld dat God met een ieder van ons een plan heeft. Hij heeft alles wat er zal gebeuren van eeuwigheid af besloten. Dit wordt de verkiezing of predestinatie genoemd. En in zijn voorzienigheid leidt God de wereld naar dat einddoel waartoe hij besloten heeft toe. En daar komen we direct bij de tweede betekenis van de voorzienigheid. God overziet niet alleen alle dingen, hij voorziet ook in alle dingen. God heeft deze wereld niet alleen geschapen en zich toen teruggetrokken. Nee, van dag tot dag, van ogenblik tot ogenblik, zorgt hij voor zijn wereld. En de Heidelbergse Catechismus, een belangrijk belijdenisgeschrift, waarin de geloofsleer door middel van vraag-en-antwoordmodel wordt weergegeven, brengt dit heel mooi onder woorden. In zondag 10, vraag-en-antwoord 27 en 28, kunnen wij lezen over de voorzienigheid Gods. En daar staat: wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? En dan luidt het antwoord: de almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde, met schaders alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt, en alzo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en krankheid, dus gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede en alle dingen niet bij geval, dus niet toevallig, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Nou, waartoe dient ons dat wij dat weten? Hè? Dus wat hebben we eraan als we dat geloven? Nou, dan is de kern dat wij in alle tegenspoed geduldig en in voorspoed dankbaar zijn mogen. Nou, en het is precies deze belijdenis die een van de belangrijkste pijlers vormt onder de afwijzing van vaccinatie als ongeoorloofde voorzorgsmaatregel. Immers, ziekte en gezondheid zijn niet toevallig, maar komen ons uit Gods hand toe. En wie zijn wij dan om ons daartegen te willen verzetten door middel van vaccinatie? En daarin wordt een sterke nadruk gelegd op de persoonlijke beleving van die afhankelijkheid. Mocht de ziekte ons inderdaad treffen, dan is dit een roepstem van de Heere. En is het niet aan de mens om zich daaraan te willen onttrekken door zich te laten vaccineren. En deze kern komt terug in wat ik heb genoemd vier verschillende motieven van de religieuze bezwaren. En die wil ik nu stuk voor stuk met u afgaan. Het eerste motief is het spirituele motief. En dat gaat over die ziekte en gezondheid die in Gods hand zijn. Een van de bezwaren, we zagen het ook in de geschiedenis al terugkomen, is dus de ideologische geladenheid van vaccineren. En men ziet in vaccinatie een middel van de mens wat hij in handen neemt om de natuur te kunnen overwinnen. Men wil zichzelf door middel van allerlei vaccinaties, en traditioneel hoort daar ook de verzekeringen bij, en wil men zich indekken tegen allerlei onheil wat hem mogelijk zou kunnen overkomen. Men wil niet meer alleen op God vertrouwen en niet meer alleen geloven dat hij altijd het goede met ons voor heeft, maar zelf zich verdedigen tegen bijvoorbeeld ziekte. Daar komt nog bij dat men ook kritisch is op de toenemende vertechnisering van de moderne gezondheidszorg. In die moderne gezondheidszorg overheerst een pragmatische benadering die enkel de vraag stelt of iets werkt.
De vraag of iets ook geoorloofd is, komt niet of eigenlijk nauwelijks aan de orde. Ziekte wordt vooral gezien als een mechanisch probleem, waar een goede oplossing voor moet worden gezocht in preventie of behandeling. Maar, en met de opkomst van evidence-based medicine, om een voorbeeld te noemen, is er dan weinig aandacht meer voor de zingevingsdimensie van ziek zijn. Want in de ogen van de religieus bezwaarden is ziekte niet allereerst een technisch probleem. Het is primair een gevolg van de schuld en de zonde van de mens. Ziekte hoort niet zomaar bij het leven, maar het is een straf op de zonde. Volgens de religieus bezwaarder worden dit soort noties met het gebruik van een voorzorgsmaatregel, zoals vaccinatie, naar de achtergrond verdreven. Als we enkel kijken naar ziekte vanuit de natuurlijke kant van zaken, dus als een technisch probleem, dan verdwijnen belangrijke noties als verootmoediging en het besef van onze menselijke eindigheid. Het tweede is het cultuurkritisch motief. Dat hangt nauw samen met het eerste, maar is toch net iets anders. Evenals bij het vorige spirituele motief stelt ook het cultuurkritische motief vragen bij het klimaat waarin vaccinatie werd ingevoerd en soms nog wordt aangeprezen. Beide motieven stellen de navolging van gezondheid als hoogste goed en hoogste doel in het leven onder forse kritiek. Maar in het cultuurkritische motief wordt dit breder getrokken dan alleen de visie op ziekte en gezondheid. Immers met de invoering van vaccinatie zag Abraham Cappadoce een grote wissel omgaan. Voor het eerst in de geschiedenis nam men een middel in de hand om de natuur te dwingen. Terwijl men geen oog meer had voor het verbroken evenwicht dat ten grondslag ligt aan ziekte. Een gebrokenheid die allereerst het gevolg is van de zonde. En het is net iets te gemakkelijk om dit bezwaar af te doen als een achterhaalde visie op de geneeskunde. Terwijl de preventieve gezondheidszorg nog in de kinderschoenen stond en van de vertechnisering van de geneeskunde, waarbij het individu verdwijnt achter behandelschema's en protocollen, voorzag Cappadoce op een welhaast profetische wijze al welke fundamenteel andere visie op ziekte en gezondheid met de komst van vaccinatie haar intrede deed. En deze zorg van Cappadoce is ook een belangrijk motief wat ten grondslag ligt aan de afwijzing van vaccinatie. Het is niet alleen ongeoorloofd en het is niet alleen in strijd met Gods voorzienigheid. Het is ook een uiting van een tijdgeest. Een tijdgeest die slechts gericht is op immanent geluk en voor dat doel geen middel schoont. Het cultuurkritische motief speelt dus op de achtergrond van de religieuze bezwaren een hele belangrijke rol. Het gaat niet enkel om de afwijzing van vaccineren op zichzelf, maar ook om een tegengeluid tegen de voortgaande onderwerping van de natuurlijke orde, door een toenemende vertechnisering van onze maatschappij. Waar enkel nog oog is voor de maximalisering van het eigen geluk, desnoods ten koste van anderen. Daarbij stelt het cultuurkritische motief ook belangrijke vragen bij onze verhouding tot de geschapen orde. In de opdracht die de mens van God meekrijgt in het begin van de Bijbel, in het boek Genesis, wordt gesproken over bouwen en bewaren. Het besef dat de wereld niet onze zandbak is, maar Gods tuin, waar we met liefde en zorg mee moeten omgaan, heeft voor de religieus bezwaarden, voor de bevindelijk gereformeerden, ook belangrijke consequenties voor de visie op de werkelijkheid. Daarnaast plaatst de zorg van Cappadoce dat de geneeskunde haar grenzen overschrijdt als zij meer wil doen dan het herstellen van het verstoorde natuurlijke evenwicht, ook fundamentele vragen bij de relatie tussen de wetenschap en ons lichaam. Naast de vraag of alles kan wat geoorloofd is, gaat het hierin ook om een principieel verschil tussen het bouwen en het bewaren. Op welk moment gaat genezen over in verbeteren? Dergelijke vragen en overwegingen vormen als het ware het raamwerk voor de argumenten die echt specifiek gericht zijn op de afwijzing van vaccinatie. En dat zijn de volgende twee motieven. Het medisch-ethische en theologische motief. Zij die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet nodig, maar die ziek zijn. Zo spreekt Jezus tegen een groep schriftgeleerden die hem kritische vragen stelt. Is het ethisch toelaatbaar om een gezond persoon op kunstmatige wijze ziek te maken door toediening van ziekteverwekkers? Het antwoord is nee. En aan de ene kant moeten we natuurlijk dit bezwaar plaatsen tegen de historische achtergrond van de reële risico's van de toenmalige pokkeninenting. De overheid en vele artsen uit de tijd van Abraham Cappadoce onderstreepten dat de voordelen veel groter waren dan de nadelen.
Toch was het voor hem en voor veel anderen uit zijn tijd niet verantwoord om je moedwillig aan dat risico te onderwerpen. Immers, God vertrouwt ons de zorg voor het leven toe. En wij mogen ons niet zomaar roekeloos in gevaar brengen. Het gegeven dat hedendaagse vaccins aanzienlijk veiliger zijn, betekent niet dat dit argument niet meer gebruikt wordt. Dat komt omdat er nog een ander aspect aan verbonden wordt. Met een beroep op de uitspraak van Jezus, die ik net citeerde, wordt vaccinatie als een kunstmatige ingreep op een gezond persoon afgewezen. Want, en dat is de kern, vaccinatie is een onnatuurlijk middel, omdat we hiermee moedwillig een klein risico aangaan om een groter gevaar te voorkomen. In tegenstelling tot het onnatuurlijke middel van vaccinatie heeft God ons immers natuurlijke middelen gegeven. Natuurlijke middelen, hygiënemaatregelen bijvoorbeeld, zoals het goed wassen van de handen, bij hoest en verkoudheid gebruik maken van papieren zakdoekjes, gebruik van mondmaskers enzovoort. Veel dingen die wij nu ook in deze coronatijd toepassen. Al deze middelen zijn geoorloofd, maar vanwege haar preventieve karakter is vaccinatie niet geoorloofd. Dan als laatste het theologische motief. Dit vormt de kern van de religieuze bezwaren tegen vaccineren. Samen met het medisch-ethisch motief vormt ze ook de scheidslijn in de omgang met vaccinatie onder bevindelijk gereformeerden. Velen zullen immers wel de eerste twee motieven nog goed mee kunnen maken, maar gaan de wegen uiteen op het moment dat we bij deze laatste twee komen. Waarbij in het voorgaande motief, het medisch-ethische, vanwege het preventieve karakter en de mogelijke risico's vaccinatie wordt afgewezen, trekt het theologische motief deze lijnen door naar het geloof in Gods voorzienigheid. De kern van dit bezwaar is dat vaccineren een vooruitlopen is op Gods voorzienigheid. Het nemen van voorzorgsmaatregelen in het algemeen, zoals noem bijvoorbeeld het dragen van een autogordel, wordt niet afgewezen, maar het nemen van allerlei preventieve maatregelen om ons in te dekken tegen mogelijk toekomstig onheil, dat ziet men als een vooruitlopen of vooruitgrijpen op Gods voorzienigheid. Wij grijpen dan naar zaken die ons niet toekomen. Met andere woorden, het preventieve karakter van vaccinatie kan voor deze mensen niet samengaan met de belijdenis van Gods voorzienigheid over alle domeinen van het leven. Hiermee hangt samen dat vaccineren wordt gezien als een voorzorgsmaatregel die voortkomt uit een verkeerde bezorgdheid. In plaats van ons te wapenen tegen direct gevaar wat we aanzien komen, is er met vaccinatie sprake van het indekken tegen een mogelijk gevaar waarvan we geen idee hebben of het ons echt zal overkomen. Het is dus niet alleen een vooruitgrijpen op Gods voorzienigheid, maar het is ook een uiting van een bezorgdheid die een oprechte christen niet past. Tot zover de vier motieven. Er zou een hele dag aan te besteden zijn, maar ik moet het wat kort houden. Deze vier motieven vormen samen het religieuze bezwaren tegen vaccinatie. We hebben aan het begin iets gezien over de geschiedenis. We hebben iets kunnen proeven van de inhoud van de bezwaren. Ik wil nu nog even kort stilstaan bij de theologische kant van het vaccinatiedebat anno nu. Het mag duidelijk zijn dat de coronacrisis een enorme impuls geeft aan het vaccinatiedebat. En toch brengt dit geen fundamentele wijziging van argumenten met zich mee. Tegelijkertijd zijn er wel twee dingen die mij daarin opvallen. Allereerst is de toename van een vermenging van argumentatie. Men vermengt religieuze en medische bezwaren. En Diederik van Dijk zal daar later vandaag nog wat meer over zeggen. Wat mij in ieder geval als theoloog in opvalt, is dat men niet altijd meer genoeg lijkt te hebben aan de principiële, de religieuze afwijzing van vaccineren. Het moderne levensgevoel, waarbij de natuur als een bron van veel goeds wordt gezien en men moeite heeft met de onnodige medicalisering en vertechnisering van de zorg, past in de beleving van sommige bevindelijk gereformeerden heel goed bij het geloof in Gods schepping. En zo is er enerzijds sprake van het volgen van de traditie, waarbij met een beroep op Gods voorzienigheid vaccinatie wordt afgewezen. En tegelijkertijd wordt duidelijk dat de motieven voor die afwijzing wel verschuiven naar een wantrouwen jegens vaccinatie en een teruggrijpen op de natuur. Het tweede wat mij opvalt is dat het argument van naastenliefde prominenter naar voren komt. Het lijkt meer gewicht te krijgen in de argumenten. Het besef dat deze crisis ons allemaal aangaat en voor ons allemaal gevolgen heeft, lijkt zich te vertalen naar een sterkere oproep
om vaccinatie als voorzorgsmaatregel toch echt heel serieus te nemen. De grote druk op de zorg, de hoge ziektelast die daarmee gepaard gaat, wakker het besef aan dat vaccinatie niet alleen maar een privé-kwestie is, die we zomaar aan het eigen geweten kunnen overlaten. Zeker voor zorgverleners en anderen die vanuit hun professie in aanraking komen met de zwakken en kwetsbaren in onze samenleving, kan dit hele moeilijke vragen opleveren. Omdat een keuze om zich niet te laten vaccineren tegen corona daadwerkelijk gevolgen kan hebben voor de omgeving. Dat is veel meer het geval dan bij bijvoorbeeld vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma. Daarmee zet de omvang van deze crisis en de belangen rondom de coronavaccins het debat wel in een ander licht. De overwegingen blijven grotendeels hetzelfde, maar toch dringen sommige aspecten zich veel nadrukkelijker naar voren dan anders. En daarover zullen we vandaag ongetwijfeld nog veel meer horen. Ik ga afronden. Hoe nu verder? Ik wil afronden met een korte beschouwing en een aanbeveling. De Bijbel zegt dat het de mens gezet is eenmaal te sterven en daarna volgt het oordeel. En wat u ook denkt over dat laatste, het eerste is een onontkoombaar feit. En dat leert ons dat het leven allereerst een gave is. Daar hebben wij zelf op geen enkele wijze invloed op. We bestaan, we leven en dat niet dankzij onszelf. In de afwijzing van vaccinatie zit immers ook de belangrijke notie dat het leven meer is dan enkel gezondheid. Zit er naar de hang van naar het vaccin en het verlangen om zo snel mogelijk weer terug te kunnen naar het oude leven van vroeger? Ook niet een willen vluchten voor het lijden? Een angst voor het verlies van gezondheid? Een angst voor het verlies van voorspoed? Want de bezwaren tegen vaccinatie gaan niet alleen maar over vaccinatie. De nadruk op de erkenning van de zingevingsdimensie van ziek zijn wil ook de aandacht vestigen op de plaats van het lijden in onze samenleving. De belijdenis dat ziekte en gezondheid uit Gods hand ons toekomen, betekent dat het lijden niet buiten God omgaat, maar ook een eigen plaats heeft in zijn voorzienigheid. In onze verwende, zou ik haast willen zeggen, westerse cultuur, lijkt er steeds minder ruimte te zijn voor het lichamelijke lijden. We willen de indruk wekken dat het leven volledig Instagrammable is en dat zelfontplooiing en het eigen geluk het hoogste goed is. En dan plaatsen de bezwaren tegen vaccinatie daar een stevige kanttekening bij. We krijgen immers een geestelijk kader aangereikt waarin de pijn en de gebrokenheid van het leven, die ook ineens zo rauw tot ons kunnen komen, er voluit mogen zijn. Hoe u ook denkt over de religieuze bezwaren tegen vaccinatie, ik wil oproepen om allereerst van deze mensen proberen te leren. Ze houden de samenleving immers een spiegel voor. Want niet alles is maakbaar. En uiteindelijk hebben wij mensen ook niet alles in eigen handen. Het feit dat vaccinatie in de 19e eeuw werd geprezen als een verlossing van de mensheid, kunnen we niet zomaar afdoen als overdreven verlichtingsdenken. Het is een voorbeeld van een fundamenteel andere visie op gezondheid, waarbij het menselijk vermogen om ziekte uit te roeien door middel van wetenschappelijke vooruitgang centraal staat. Dat deze visie haaks staat op de overtuiging dat ziekte en gezondheid ons niet bij geval, maar uit Gods vaderlijke hand toekomen, behoeft denk ik geen uitleg. De notie dat er in deze wereld meer is dan enkel het zichtbare en dat ziekte niet te reduceren is tot enkel een medisch-technisch probleem, is ook voor deze tijd, deze coronatijd, zeer relevant. Zeker omdat we in de schepping ook structuren zien die niet in onze handen liggen. Ook al denken we vaak van wel. Dat heeft de coronacrisis in ieder geval duidelijk gemaakt. In de bezwaren tegen vaccinatie is er tot slot ook een onderliggende houding te ontdekken. Voor meer terughoudendheid en een erkenning dat structuren van onze werkelijkheid op allerlei manieren verdorven zijn. Aan alles kleeft immers zonde. Aan alles kleeft menselijke hoogmoed. En dat de mens, ondanks alle technologische vooruitgang, in alles toch diep afhankelijk blijft van God, is een belangrijk punt wat voluit mag blijven staan. Dank u wel.